सब लोग यही कहा जगह मिलेगी कहा Ik ben daar geboren, ja. In India. Lang geleden? Ja. Twee eeuwen terug. Twee eeuwen terug, zo. Ja. Maar hij gaat ook naar de geboorteplaats terug en zo? Ja. Ja? Ja. Dat is wel leuk natuurlijk. Wanneer bent u voor het laatst geweest? Nooit meer. Nooit meer? Wat maakt dat je bent wie je bent? Is het waar je vandaan komt? Of is het waar je naartoe bent gegaan? Is het datgene wat je toelaat? Of is het datgene wat je verdringt? Ach, op het kruispunt van het heden en het verleden doet het er niet meer toe. Jacob Gassita Ramsahai, een zwijgzame 89 jaar oude man uit Amsterdam-Noord, zoon van landloze boeren uit India. Als kind van 4 jaar oud vertrok hij met zijn familie naar Suriname. Nu, aan het einde van zijn leven, maakt hij zich op voor misschien wel de laatste reis. Terug naar zijn geboortedorp in India om te zien waar hij vandaan komt. Nou, je zou niet willen geloven. Alles is nu in orde. Alles, we kunnen nu vertrekken. Hotels zijn geregeld, de treinreis is geregeld. Alles. Mijn vader is 90 jaar. En mijn vader wil zijn dorp zien voordat hij sterft. En ik denk dat het hoofddoel is. Zwarte kostuum. U had een zelf een broek moeten hebben. Okay. Want kan iets misgaan daar dan. Mm-hmm. Ik ben forester, dus je had een zwart kostuum nodig. Hè. Waarvoor heeft u dat nodig? Ah, ja, dat kan ik u niet vertellen. Het is geheim? Het is geheim. Dus, ja. Voor als er iets gebeurt, heeft u een zwart kostuum nodig? Ah. Dan... Misschien wel, hè. Maar het gaat niets gebeuren met me. Nee? Een professor leeft nooit in angst. Mag niet. Hij die vreest voor de dood en niet waarlijk dat hij leeft. Hij is echt op zoek.